Voor Pim Fortuyn is de zaak van het Tilburgse Kamerlid Smolders afgedaan. Een intern onderzoek naar de beschuldiging van seksuele intimidatie heeft niets opgeleverd. Smolders, die 11e op de lijst staat, werd beschuldigd door 2 andere kandidaat-Kamerleden. Fortuyn was vanmiddag op verkiezingsbezoek in Brabant. Fortuyn was vandaag in Breda voor een debat met lezers van BN De Stem. Maar het had af en toe meer weg van een fanclubdag. Vaak is Fortuyn niet in het zuiden van het land. Sterker nog, hij praat in wij, doelend op de Randstad, en jullie. Ik weet niet hoeveel het bij jullie gaat, maar bij ons gaat het dan om zo'n 250 mensen. Of een ander voorbeeld. Jullie zwijgen er een beetje over, maken er niet zoveel reclame voor. En misschien is dat ook wel heel slim. Maar u praat ook heel duidelijk in jullie, hè? Ja. Nou ja, kijk, jullie leven hier. Ik leef in Rotterdam. En als ik in Rotterdam... Maar u wilt toch premier worden? Dan bent u van ons allemaal toch? Natuurlijk, maar dat zal ik ook zijn. Fortuyn heeft de handtekeningenjagers achter zich aan, van oud tot jong. Hoi. Heb ik een mooie auto? Als je nou heel hard werkt, dan kan jij er later ook zo in komen. Ja. Moet je goed je best doen op school. Ja, dan moet je naar... En negatieve publiciteit lijkt de partij eerder goed dan kwaad te doen. Zo kwam het Tilburgse kandidaat-Kamerlid Smolders in opspraak toen 2 vrouwen op de lijst Fortuyn en beschuldigden van seksuele intimidatie. Pim Fortuyn begon een intern onderzoek, zo zei hij. Dit is natuurlijk wel geweest, maar het gaat niet. Ik ben geen opsporingsambtenaar. Er ligt gewoon helemaal niks. Zaak afgesloten voor u? Voor mij wel. Ja, u zegt al wat over de rol van de pers daarin, hè? Als ze tegen mij zeggen, je bent een lekker stuk, moet ik me dan seksueel geïntimideerd voelen? Waar hebben we het allemaal over? Probeert u dat probleem dan te bagatelliseren hiermee? Ik bagatelliseer niks, want ik ben niet God. Dus ik ben er allemaal niet bij geweest. Maar zolang het blijft bij wat vage beschuldigingen en helemaal niet geconcretiseerd wordt en er verder ook niks gebeurt, wat moet ik dan? En u noemt hier de betrokkenen met naam en toenaam. Ja, het spijt me. Het is een kandidaat van uw lijst. Dus. Ik vind het buitengewoon onzorgvuldig dat de pers gewoon de man met naam en toenaam noemt, zonder dat er iets van een concreet iets op tafel ligt. Er ligt niks concreets op tafel. Ik heb me 1 keer laten verleiden door jullie druk om meneer Kiewiets van de lijst af te halen. Ik heb nog tot op de dag van vandaag niks. Ik doe dat geen 2e keer meer. Ik ben als journalist niet jullie, hoor, meteen. Nou, dat vind ik dus wel, want u hoort bij dezelfde ploeg. U bent toch ook niet dezelfde als Melkert en allebei politicus? Het kan mij niks schelen. Het is jullie inzet om dit te doen. Het is nu alweer 1 week uit de publiciteit en ik kan me hier weer staan verantwoorden. Voor wat? En na zich wederom kwaad te hebben gemaakt op de pers gaat Fortuyn op weg naar het zoveelste gesprek met de pers in deze campagne. En zojuist is bekend geworden dat Pim Fortuyn bij deze volgende ontmoeting, dat was in Hilversum, is neergeschoten. Er zijn 6 schoten op hem afgevuurd en hij zou zwaar gewond zijn. We hebben een eerste reactie van Tom de Graaf van D66 die vanmiddag bij Omroep Brabant te gast was. Meneer Graaf, U bent hier in Eindhoven voor een gewoon debat. En dan hoort u dat Fortuyn is neergeschoten. Ja. Ja, dat klopt. Ik heb het net gehoord. Ja. Vindt u, ik heb daar dus nou geen woorden voor. Iedereen wil een instant reactie, maar dit is zo verbijsterend dat je het heeft ook totaal geen zin om iets te zeggen. Dat het überhaupt kan. Het is hoe dan ook bepalend voor de rest van de campagne voor de verkiezingen. Weet u, als u zich daarmee druk houdt, dan hou ik me bezig met het feit dat het überhaupt kan gebeuren. En de verkiezingen interesseren me even weinig. Dit is alle grenzen van Nederland en de democratie te buiten. Dus dan zou ik maar niet vragen hoe het verder moet gaan met het verloop van de verkiezingen. Dat lijkt me niet het allerbelangrijkste.